Kobus. Hij is af. Mooi, hè? Ja, ziet er leuk uit. Mooi, hè? Voor wie is het? Het is een verrassing. Vind je mooi? Ja, hij is mooi, maar hou nou even je mond. Nou. Waar ben jij nou eigenlijk mee bezig? Ik heb geen zin om te verzuipen, net als de rest van de familie. Jongen, als het je tijd is, ga je toch wel. Ja, een rijke vrouw trouwen. Kan je de rest van je leven op je luie gat blijven zitten, dat is leuk. Moet je ze hier lopen? Als jouw eten op tafel staat, wat doe jij dan? Hé. Hey. Dag, opa. Hey, jongens. Dag, dan. Twee van mijn broers, die gingen naar de haaien. Mijn eigen vader ging voor mijn ogen overboord. Ze lijkt zo vriendelijk als je gaat vieren waaien. Maar de Noordzee heeft mijn familie uitgemoord. Ik ben van plan om iets anders te proberen. Want ik heb geen zin om te verzuipen in de zee. Als ik de kans krijg, wil ik een ander vak gaan leren. Eén ding staat vast, ik vaar niet meer mee. Het is genoeg, zo wil ik niet leven. Ik heb toch ook recht op een beetje geluk. Een meisje, een glazie, een boel op te beleven. Alleen maar werken is toch vreselijk. Liever een landrot dan op zee, voortijdig naar de ratsmodee. Moeder, slaap je? Zo'n idioot. Je mag er wel voor zorgen dat je wat meer vlees op je botten krijgt. Je bent veel te mager voor een zeeman. Wou je wat kwijt? Nou? Ik wil echt nooit meer varen. Hoe kom je daar nou weer bij? Ik heb er genoeg van. Ik wil wat anders gaan zoeken. Heb je het gezien van Stappers? Ik vind dit gewoon geen leven. Voor je vader en je broers was het anders wel goed genoeg. Ja, maar die hebben er ook niet lang lol van gehad. Het is toch waar, moeder? Wat wil je dan? Boer worden. Iedereen wil wel eens wat anders. Toen Geert net zo oud was als jij, wou hij er ook mee ophouden. Kun je dat voorstellen? Dag, kind toch. Hou op met dat lawaai. Neem me niet kwalijk, meneer Kaps. Zo, beste kerel. Tot maandag zullen we maar zeggen, nietwaar? En een goed aan je dochter. Meneer Bos, heb je misschien even tijd voor me? Nu niet. Andere keer.
Simon. Zo, hebben ze je losgelaten? Waar ga je? Och. Simon, kun jij geen goed woordje voor me doen met de baas? Je schijnt het nogal goed met hem te kunnen vinden, zag ik. Ik wil wel mee met de hoop. Dan moet je niet bij mij zijn, ik heb ander werk. Hè? Huh? Opzichter op de werf. Opzichter? En Hendricks dan? Dat weet ik ook niet. Hij schijnt iets uitgevreten te hebben. De baas wil er verder niks over zeggen. Ja, zo gaat dat, hè. De een zijn brood. Wat bedoel je? Nou, niks. Gewoon dat je geluk hebt gehad. Ik zou zo'n luizenbaan ook niet laten lopen als ik kon. Kijk eerst maar eens naar jezelf, voordat je het over een ander zegt. Zeggen dat hij morgen om 10 uur naar de diakonie moet komen? Ja, mevrouw. Ga jij maar vast naar beneden, kind. Ja, mama. Tja, knieën. Ik weet niet goed hoe ik het zeggen moet. Maar ik kan toch echt niet toelaten dat je zoon mijn dochter het hoofd op hol brengt. Hij haar? Petronella, breng jij knieën het nieuwe verstelwerk? Ik moet nu weg. Het is vrijdag, heeft u... De rest krijg je volgende week wel. Hè? Petronella? Waar is Petronella? Weg, die heeft iets gebroken. Stom, hè, dat ze mijn naam niet eens kan onthouden. Die kakt me dan. Sst. Mevrouw had niet nog genoeg geld. Kan jij me misschien wat van het huis wat geld geven? Dat deed Petronella ook wel eens. Ja, maar dan klopt mijn kasboekje niet meer. Dan ben ik meteen mijn baan kwijt. En maar als je krap zit, dan vraag ik aan vader of we iets kunnen voorschieten. Doe maar geen moeite. Ja, ik had tante beloofd wat geld voor te schieten. Ja. Komt goed uit, kan je missen wat in huis halen als het bezoek komt. Ja hoor, van je bent wel goed voor elkaar, hè? Sinds wanneer hebben jullie geld over? Nou, hij weet helemaal niet dat ik hier ben. Huh? Zeg het ook maar niet tegen hem, hoor. Ja, kom even mee naar buiten. Wat is dat voor lawaai? Zo vroeg in de ochtend. Van harte, moeder. En probeer nou het komende jaar maar eens het zonnetje in huis te zijn. Tante, kan je even komen? Als de mensen me zo zien. En dan voor één keer is het niet druk om wat ze van je denken. Marietje heeft een probleem. Haar vader wil niet dat ze met Mees trouwt. Zegt dat ze maar een andere vent moet zoeken. Dat hij hem niet als schoonzoon wil omdat hij te oud is. Hij hoeft toch niet met hem te leven? Daar zou je vader dan wel een goede reden voor hebben. Ja, maar dat heeft Marietje ook. Nou ja, dat is wel het stomste. Dat is een ongelukje. Ja, dat geloof ik graag. Het slaat me dood. Hou me maar niet meer. Daar word je alleen maar lelijk van. Tante zou wel eens met hem gaan praten. Hé, tante? Ja, tante zal het wel weer opklappen. Simon? Verwacht je iemand? Nou, je bent er wel op vooruit gegaan. Dat je je goede klofje op de werf kan rondlopen. Waarom kom je niet bij me thuis langs als je iets te zeggen hebt?
Je weet, de baas heeft... 2 minuten zul je toch wel hebben? Als het om je zoon gaat? Verdomme. Geen wonder dat je kind in de problemen zit. Zo'n vader. Ja, dit is dan mijn steun en toeverlaat. De heer Dekker, onder wiens deskundige leiding mijn schip weer als nieuw wordt. De heer Dirksen van de verzekering. Zo, knieën, zocht je mij? Ik kom zeker om je geld, hè? Alsjeblieft, pak aan. Je hoeft je niet te generen, je hebt hard genoeg voor gewerkt. Ieder zijn deel, zeg ik altijd maar. Ja. Zou je ons nu even alleen willen laten? Ja, dit is ze dan. De oude dame. Ben je geheel in orde? Wilt u haar niet even inspecteren? Met alle soorten van genoegen. Lijkt me in orde. Ziet er patent uit, prima. Zou ik er ook nog even van binnen mogen bekijken? Dat moeten we maar naar het diner. Zou toch zonde zijn als het eten koud wordt? Mijn vrouwtje heeft zo haar best gedaan. Mijn complimenten. Uw vrouwtje kan voortreffelijk koken. Bijna net zo appetijtelijk als ze er zelf nog uitziet, mag ik wel zeggen. Tijd voor het dessert. Mooi. Een toetje gaat er bij mij altijd wel in. Wil je mevrouw vragen of ze het dessert gereed maakt? Zo, mooi kind. Ben jij het toetje? Ik lust wel wat van jouw appeltjes. Flambé. Clemens, snij jij even aan, alsjeblieft. Uw man heeft, geloof ik, wel ervaring, hè? In het aansnijden van koude taarten. U wilt mij wel een minuutje excuseren, hoop ik. Mathilde, weet jij waar de papieren van de verzekering liggen? Onder de blauwe vaas in de slaapkamer. Wat is die Dirksen een vreselijke boerenpummel? Heb je wat gebroken? Nee toch? Oh, Clemens. De vaas van grootmama. Als ik dit zaakje voor elkaar krijg, koop ik een nieuwe voor je. 2 als je wilt. Dan heb ik liever dat beeldige collier dat we laatst in Amsterdam gezien hebben. Weet je nog? Ik wist niet dat jij zo goed koken kon. Mag je wel eens wat vaker doen? Je dacht toch niet dat ik zelf achter het fornuis heb gestaan? Hè? Zo zie ik er toch niet uit? Wel, nee. Je bent nog veel lelijker. Laat die.